De binnenstad verandert van karakter door de toename van koffietentjes. Nee, het moet minder. Het is veel te veel horeca, denk ik. Een hoofddoek of cap op pasfoto mag, maar een vergiet op je hoofd, dat mag niet. Nee, ik vind daar geen grens in zitten. En onze poll gaat deze week over de aanstaande maandag. Dan is het Blue Monday. Heeft u daar ook misschien wel last van? Welkom op de verjaardag van Wat zegt het volk? Here we go! Ja, wat zegt het volk? En vandaag is het zover. Natuurlijk hebben we onlangs al uitgebreid stilgestaan bij alles wat we in die tijd hebben gedaan. Namelijk in ons jaaroverzicht. En vandaag gaan we daarom ook gewoon over het nieuws van de afgelopen week hebben. En we beginnen in de horeca. Alsjeblieft. En, weet u het al? Wordt het de pasta carbonara zoals gewoonlijk? Want we hebben ook een hele lekkere dagpasta, arrabbiata. Nederlanders eten steeds vaker buiten de deur en dat heeft effect op de binnensteden. Die veranderen namelijk van karakter. Nou, winkels maken plaats voor horeca en vooral voor de lunch en ontbijt hebben we vaak meer keuze. Nou, het aantal koffietentjes groeide dan ook in 2016 landelijk met zo'n 13%. En het aantal plekken waar je kunt lunchen met maar liefst 16%. Leegstaande winkels maken plaats voor lunch en koffietentjes. Er wordt steeds meer buiten huis afgesproken. Nou, mensen die even bijkletsen of samen gaan winkelen, zakelijk afspreken in een horecagelegenheid of juist misschien wel daar gaan werken met een laptop. Diverse redenen dus. En ook het publiek wordt steeds jonger. Jongeren geven bij etentjes wel minder uit. Gemiddeld 19 euro per keer. En jongeren geven ongeveer de helft minder uit dan ouderen, maar gaan wel dubbel zo vaak. Uit eten is voor jongeren een levensstijl geworden, volgens een onderzoeker. Maar voelen we dit zelf ook zo? En wat geven we in Nijmegen uit aan etentjes? Ik ben heel nieuwsgierig ergens naar. Mag ik jullie een vraagje stellen? Ik wil graag weten of jullie wel eens buiten de deur gaan eten. Ja, dat doen we wel eens. Zeker. Ja, ik denk dat je ons die vraag niet hoeft te stellen. We eten echt vaak buiten de deur. Ja. Ik wil alleen maar weten of jullie wel eens buiten de deur gaan eten. Ja, en ik dacht, ja, dat dacht ik al. Zo zie ik er ook naar uit, zie ik. Nee, maar ik dacht, die dames genieten ervan. Ja, dacht je dat? Ja. Heel veel winkels staan leeg, hè? Maar er komt steeds meer horeca in. Was je erop gevallen? Ja, nou ja, ik heb wel dat er veel winkels leeg staan, inderdaad. Ja, maar dat valt sowieso op. Maar... Ja. Nee, maar is het positief dat Nijmegen meer horecagelegenheden krijgt, of niet? Oh, dat zou best. Ja? Dat zou best voor Nijmegen. Ja, tuurlijk. Want de winkels staan maar leeg, dus ja, daar heb je weinig aan. Nee, precies. Ja, ja. Dus zet maar voor met leuke koffieshopjes dan. Maar gaat u dan echt dineren of gaat u lunchen? Lunchen. Ja. Hoe vaak is vaak? Twee keer in de week misschien. Oh. Ja, misschien drie keer. Meer lunchtentjes, meer koffietentjes? Ik lees het ook en ik verbaas me er ook wel over dat ik zie dat het zo vol zit in al die restaurants en eettentjes. Ja, ja, beter dan koffie en lunchrooms dan een lege winkel. Ja, ik vind dat heel erg leuk, want ik ben een groot fan van, ja, van die kleine schattige tentjes, laten we zeggen. Ja, en die zijn er juist steeds meer. Ja, superveel. Ja. Heel veel winkels staan er leeg in Nijmegen, was u wel opgevallen, denk ik, hè? Heel veel leegstand. Ja, geef jou ook eens antwoord. Ja. Ja, je doet dat. Ja, u doet het goed. En daar komt heel veel horeca namelijk voor terug. En daar zijn wij nieuwsgierig naar of u daar ook wel eens gebruik van maakt van nieuwe horeca gelegenheden. Wij gaan koffie drinken. Ja. Ja. En waar gaat de reis naartoe hier? Ja, dat weten we nog niet echt. U gaat gewoon kijken waar u tegenkomt, zeg maar. Wij eten vrij regelmatig, kan ik wel zeggen. En kies je iedere keer als je ergens gaat zitten iets nieuws of iedere keer juist dezelfde? Nou ja, als ik van dingen gehoord heb, dan wil ik dat wel graag, dan wil ik dat wel graag uitproberen of kijken hoe het is. Je komt ergens voorbij lopen, waar kijk je dan naar? Eigenlijk of de eigenaar of degene die het gemaakt heeft, of de aandacht aan heeft gestoken. Okay. Ja, zeker. Je hebt heel veel tentjes in Nijmegen waarvan ik echt vind dat er een mooi concept achter zit. Of dat je ziet dat mensen een gevoel hebben gelegd. Ja. Bio Alto of Hotel Credible bijvoorbeeld. Ja, het is gewoon heel mooi uitgewerkt en dan voel je meteen helemaal thuis. Ja. Wat eet je zoal? Hè? Wat eet je zoal? Ben je nieuwsgierig? Ja, ik ben nieuwsgierig. Wat jullie allemaal eten? Kijk je op prijs of kijk je op kwaliteit? Allebei. Nou ja, wel een beetje de prijs. Want ja, sommige tenten vind ik gewoon te duur. En dan vind ik het qua kwaliteit niet eens zo heel veel verschillen van iets wat goedkoper is. En dat vind ik dan eigenlijk even lekker. U vindt niet erg om veel te betalen, maar het moet dan wel heel goed zijn. Ja, ja. En gezellig. En gezellig. En goede service, denk ik.
Ja. Nou ja, het max, als ik heel gek doe, geef ik 12 euro uit. Maar normaal is het gewoon een tosti en een koffie. En dan zit ik op 7,50 euro, 8 euro met fooi erbij. Ja, varieert een beetje. Weet je, als je even snel wat met z'n allen wil eten, tientje, 12 euro. Kun je een beetje naar de 18, naar de 20 euro gaan. Dan ga je gewoon lekker uit eten. Ja, dan moet je nergens aan kijken, joh. Nee, okay. Als dan 30, 40 euro kost. Dat vind je niet erg. Nee, maar dan plan je dan ook wel in, hè. Ik bedoel, maar dan moet je wel een dure portemonnee, een volle portemonnee hebben eigenlijk. Ja, maar goed, hè. Kwaliteit staat wel voorop. Maar is dat positief voor Nijmegen, denk je, dat er veel meer horeca bij komt? Nou, nee, het moet minder. Het is veel te veel horeca, denk ik. Voor zo'n broodje of zo ken ik tenten waar je zeg maar minimaal 10 euro voor een broodje betaalt. En dat vind ik te veel. Dus ja, nu hadden we een broodje van 8 euro of 7,50 of en dat zo. Dat smaakt dan lekkerder eigenlijk, hè, voor die prijs. Ja. Ik ken het. Ja, ik ben met je eens. De prijs of kwaliteit? Kwaliteit. Ja? Ja. Als de kwaliteit goed is, mag u er wel voor betalen? Ja. Dat vindt u geen probleem? Nee. En als de service dan slecht is? Nee, die moet ook goed die wezen moet ook natuurlijk. Goed zijn. Dus prijs, service en kwaliteit. Ja, gezelligheid. En tussen ook even iets ongezonds. Ja, nou, wij waren allebei in het haasten. Dus we hadden zoiets, oh, dorst, honger. Ja, we gaan even langs de grote M. Ja, ja. Snel surfen, dat is ook belangrijk. Ja, hè? Zeker. Maar u bent nooit in de gelegenheid om een keer gezellig buiten de deur te eten. Je doet me daar geen plezier mee. Thuis net zo lekker, bedoelt u? Heerlijk. En wanneer gaan jullie weer? Nu! Echt waar? Oh, nou, dames, geniet ervan. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Aanstaande maandag 16 januari is het Blue Monday. De feestdagen zijn achter de rug en het jaar is nu toch echt begonnen. En dan is het ook nog eens maandag. Ja, voor wetenschappers de reden om de derde maandag van januari uit te roepen tot de meest depressieve dag van het jaar. Ja, hoe ervaren de Nijmegenaren dit? Wij vroegen het jullie op Twitter en dit is de uitslag. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. Een opmerkelijke zaak deed zich afgelopen dinsdag voor in de rechtbank in Arnhem. Een vrouw uit Nijmegen wil op haar rijbewijs een pasfoto waarop ze staat met een vergiet op haar hoofd. Maar de gemeente van Nijmegen accepteert deze pasfoto met het vergiet niet en dus stapt ze nu naar de rechter. Dit is Mienke de Wilde uit Nijmegen. Ze is lid van de kerk van het vliegende spaghetti monster. Nou ja, ik zie mijn vergiet als religieus hoofddeksel. Ja, voor mij is het vergiet eigenlijk niet raar, want het is gewoon mijn hoofddeksel. Het staat in de geschriften en zoals ik dat opvat, moet ik het gewoon dragen. De Nijmeegse is aangesloten bij de kerk van het vliegend spaghetti monster. Dit geloof, dat het pastafarianisme wordt genoemd, is opgezet om de onzinnigheid van de traditionele geloofsovertuiging weer te geven en het feit dat onderwijs hier vaak op gebaseerd is. Is deze actie van Mienke complete onzin of haalt ze wel degelijk een goed punt aan in wat wel en wat niet is toegestaan als het aankomt op geloof? En waar ligt dan de grens? Wij zoeken het uit. En zij vindt als mensen met een hoofddoekje dat mogen en met een keppeltje dat zij dat ook zo mogen. Ja? Nou, wat gelijke rechten. Ja. Vind ik prima. Nee, ik vind daar geen grens in zitten. En wat? Het vliegend spaghetti monster. Ja, dit is echt Nee, dat zegt mij niks. Heeft u meegekregen dat er een rechtszaak gaande daarover was? Ja. En wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het heel terecht. Dat het laat zo iemand lekker met een vergiet op een pasfoto staan. Ja. Ik zou eigenlijk niet zo goed weten waarom je in godsnaam met een vergiet op je hoofd op de pasfoto zou willen. Het heeft te maken met de kerk van het vliegend spaghetti monster. En wie? Het vliegend spaghetti monster. Ja, dat bestaat echt. Het bestaat echt. Dat wilden ze doen? Ja, die wilden met een vergiet op de hoofd op de pasfoto. Ja, kijk, voor pasfoto's zijn normen. Dus ik weet niet waar ze hem voor willen gebruiken. Kijk, het mag altijd natuurlijk. Alleen hij is niet geschikt voor een rijbewijs of een paspoort. Flauwekul, ja. Ja? Echt flauwekul. Heeft niks met religie te maken. Voor het? Vliegend spaghetti monsters. Nee, dat zegt mij niks. Om een punt te maken, zie ik het wel zitten. Maar niet dat het nou consequent moet gebeuren. En dan wil je van mij weten wat ik daarvan vind. Dat wil ik inderdaad weten wat je ervan vindt. Nou, hoe ver het moet gaan vind ik nu niet zo belangrijk. Het gaat erom hoe ver het mag gaan. Dus als je met een hoofddoek op de pasfoto mag vanwege je geloof, dan moet je ook met een vergiet op de pasfoto kunnen.
als dat bij je geloof past. Ik vind dat die vrouw daar kunst over zou moeten maken. En misschien dat ze haar poging tot pasfoto met vergiet op haar hoofd, dat ze dat gewoon als een soort performance zou moeten doen. Persoonlijk heb ik daar geen moeite mee, maar de wetgever die denkt daar ongetwijfeld anders over. Bruls weer of niet? Ik weet niet of Bruls er direct mee te maken heeft, maar de gemeente heeft dat eigenlijk afgewezen. Er is nu een rechtszaak bezig. Bij Bruls past geen vergiet op het hoofd, daar zit hij groot voor. Hè, die... Maar het zou mijn zorg zijn, echt. Ik vind dat iedereen gewoon moet geloven in wat hij wil geloven. En als mensen elkaar daar gewoon niet mee lastigvallen, dan is dat allemaal prima, toch? Is het famous in other countries? I'm not sure, but I know it for quite a while. And I also know, I think the Netherlands is the first country who legalized or kind of recognized it as a religion. Mijn geloof is de liefde. Dus ik denk als iedereen gewoon lief gaat zijn voor elkaar, dat we dan een heel eind komen. En dat kan ook zonder vergiet. Ja. Dat kan ook zo. Okay. Ja, toch? Ja, nou, dat geloof ik ook. Ja. Ja, ze noemen dit ook wel een spaghetti bovenop mijn haar. Maar... ja, ja. Misschien loopt u ook zelf ook een tijdje met een vergiet over het hoofd. Op de pasfoto. Nou, nee, misschien met carnaval doen we af en toe wel een beetje gek. Oh ja, ja, februari. Ja, maar dan mag het nog, vind ik. Maar we moeten niet meer de spot mee gaan drijven. Okay. Aan de andere kant, diegene moet iedereen elkaar in de waarde laten zoals ze zijn. En respect hebben voor alle mensen geloof. Frits, ben ik gek op natuurlijk, maar ik draag het niet op mijn hoofd. Naast de koffietentjes en de pasfotorechtszaak was er deze week natuurlijk nog veel meer in het lokale nieuws. Kijk even mee naar een overzicht in 1 minuut. Vorig weekend was de jonge Nijmeegse operazangeres Amira Willeghagen te gast bij N1. Wie denkt dat ze zich ook in de toekomst geheel op het zingen stort, heeft het mis. De zangeres liet weten rechten te willen studeren en zo een zingende advocaat worden. Later dan ben ik aan het zingen en dan gebeurt er iets met mijn stem en dan moet ik voor eeuwig in de pizzatent gaan werken. Dus ik ga wel gewoon mijn school afmaken en recht studeren, zodat ik een zingende advocaat kan worden misschien. Het nieuwe ontwerp voor het Joris Iversplein is klaar. Het nu nog stenen plein, naast het Kronenburgerpark, zal in de toekomst een groen hart worden met gras, bomen en water, als verlenging van het park. Afgelopen zomer vroeg de gemeente de Nijmegenaar al naar ideeën en bleek in onze uitzendingen dat dit groene idee al bij veel mensen in de smaak viel. Groen, volgens mij is het een optie. Ja? Dus ik denk dat een groene, meer groen plein wel goed zou zijn. Ik zou heel graag zien dat het Kronenburgpark doorgetrokken wordt. Ja, ook met waterornamenten, dat ja. Water... Een beetje fonteintje af. Ja. Ja. De eerste namen voor de vierde editie van Down the Rabbit Hole zijn bekendgemaakt. Onder meer Massive Attack, Oscar and the Wolf en Spinvis zullen optreden in Ewijk. Maaltijdverzorger Busy heropent komende week haar deuren. Vorig jaar moest de zaak noodgedwongen sluiten door het plotseling overlijden van een van de eigenaren. De andere eigenaar, Jeroen Verhoeven, maakt nu een doorstart samen met Stichting Plurijn, die nu ook voor de helft eigenaar is van Busy. Na ruim 95 jaar viel afgelopen week het doek voor voetbalclub SCH. De KNVB had de club om een plan gevraagd om de organisatie te verbeteren, nadat ze de afgelopen jaren geregeld bij incidenten betrokken waren. Het is SCH dus niet gelukt dit plan te maken. Vrijdagavond vond er in Concertgebouw de Vereniging een grote meet-up plaats van GroenLinks, waarbij ook lijsttrekker Jesse Klaver aanwezig was. De 1200 aanwezige toeschouwers hoorden onder meer dat Klaver graag de nieuwe premier van Nederland wil worden. Here we go! Het laatste nieuws uit de regio, maar ook live naar N1 kijken en luisteren. Je ziet het op n1.nl. Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk? Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van alle leuke weetjes uit Nijmegen. En ook om deze uitzending nog eens rustig terug te kijken. Graag tot volgende week.